Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Op de Helm in Wiels Boulevard vond gistermiddag een ernstig ongeluk plaats. Daarbij waren twee auto's betrokken en in totaal drie mensen zijn ernstig gewond geraakt. Waaronder een echtpaar dat op vakantie is op Curaçao. Als gevolg van het ongeluk was de weg langere tijd afgesloten. In totaal moesten drie ambulances naar de plek toe om de gewonden naar het ziekenhuis te brengen. In de rechtbank is gisteren twee keer 10 jaar geëist tegen een man en een vrouw die ervan worden verdacht de echtgenote van de vrouw zwaar te hebben mishandeld. Die mishandeling vond plaats op 2 februari van dit jaar. De twee hebben met verschillende gereedschappen en ijzeren staven op de man ingeslagen. Als gevolg daarvan zit hij nu in een rolstoel en kan hij niet meer goed horen. De officier van justitie eiste gisteren 10 jaar tegen zowel Efraïn Puriel van 51 als Maria Illich van 49. De vrouw is geboren in de Dominicaanse Republiek. De man heeft haar geholpen bij de mishandeling van de echtgenoot. De Curaçaose brandweer moest gisteren uitrukken naar de wijk Rio Canario, waar een flinke brand woedde. Het vuur kwam gevaarlijk dicht bij enkele huizen, maar het lukte de brandweer nog op tijd om het vuur te doven. Net als eerder deze week ging het om mensen die vuilnis in de brand hadden gezet zonder na te denken over de consequenties. De brandweer roept daarom iedereen op om geen vuilnis te verbranden, maar op te laten halen door Celicor of zelf naar een vuilstort te brengen. Eerder deze week was er sprake van mensen die in de wijk Serra Fortuna vuil aan het verbranden waren, dat voor grote overlast zorgt. De Curaçaose strafrecht wordt na 22 jaar aangepast, tenminste daar wordt er aan gewerkt. Maar volgens Anna Maria Poletta, fractieleider voor de PAR in de Staten, zou het goed zijn als in de aanpassing wordt meegenomen dat slachtoffers vaker het recht hebben om in de rechtszaal zelf het woord te doen. Dat kan nu nog maar in enkele gevallen, maar volgens Pauletta is het vaak voor het slachtoffer goed om gehoord te worden. En ook voor het strafrecht is het goed om de kant van het slachtoffer goed mee te krijgen. De Landsrecherche en het Recherche Samenwerkingsteam op Aruba hebben gisteren huiszoeking gedaan bij oud-minister Oslin Benny Sevinger. Op het huiszoekingsbevel worden onder meer termen als ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen genoemd. Het onderzoek richt zich op terreinen die zijn uitgegeven in de periode toen Sevinger minister was van Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Er is nog niemand aangehouden, maar behalve in het huis van Sevinger zijn ook onderzoeken gedaan in het huis van een hoge ambtenaar en in een huis op Curaçao. Op 9 september van dit jaar overleed Jarzinho Pieter, doelman van Vesta en het reservedoelman van het nationale voetbalteam van Curaçao. Hij overleed compleet onverwacht. Vrienden van Pieter zijn nu een inzamelingsactie begonnen. Ze verkopen een mooi vormgegeven t-shirt en het geld ervan komt te goed aan de kinderen van Jarzinho Pieter. In het kader van de voorbereidingen voor de Nations League zal Curaçao op 13 oktober in Costa Rica tegen het team van Costa Rica spelen. Op 14 november komt Costa Rica naar Curaçao en vindt er een wedstrijd plaats in het stadion Ergilio Hato. Curaçao heeft momenteel 4 punten als gevolg van een overwinning en een gelijkspel tegen Haiti. De 23 spelers van het team zijn bekendgemaakt en er zijn weinig verrassingen in te bekennen. De opvolger van de onlangs overleden Jarzinho Pieter is Tairik Bodak, een jonge Curaçaose keeper die momenteel onder contract staat bij PSV. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.